We zijn al een hele tijd uit de crisis en mensen lijken daar niets van te merken. Wat um, is er aan de hand volgens jou met ons geld? Met ons geld, ja dat heeft ING uitgezocht. Want het is natuurlijk de hele tijd, maar zijn we nou uit de crisis of niet? En het gaat economisch altijd veel beter. Vorig jaar groeide de economie met 3% en zo, maar mensen voelen dat niet. En worden ook wel eens afgedaan als dat, dat een beetje gezeur is en zo. Maar ING is daar ingedoken, de Economisch Bureau. En die hadden van de week een rapport in, uh, uh, nou, een groot stuk onder meer in de Telegraaf ook. En daar blijkt dat dat gevoel van mensen van nou, ik heb toch niet het gevoel dat bed gaat, dat dat eigenlijk wel klopt. Um, en dat komt. We hebben echt wel meer geld, ook dan voor de crisis. Maar we kunnen er niet meer mee. Dus we doen minder. Dan voor de crisis. Nou, en dat hebben zij gewoon helemaal goed uitgezocht. En dat komt onder meer, bijvoorbeeld, omdat wonen zoveel duurder is geworden, maar ook de boodschappen. Um, en ook, we zijn ook bijvoorbeeld meer gaan sparen. Dus dan zijn we wel Ondanks dat je helemaal geen rente krijgt. Oh, ja, of in elk geval geld opzij gaan zetten. Deels bijvoorbeeld door pensioenen en zo. Dus we zijn onze buffers gaan vergroten. Of we zijn lagere hypotheken nemen we. Want daar kwamen we ook wel achter dat dat allemaal niet zo verstandig was. Dus dan denk je, ik heb meer geld in de portemonnee, want ik betaal minder per en maand. En dat is niet zo alles bij elkaar. Dus van al, al dat extra inkomen dat we wel degelijk hebben, kunnen we niet meer leuke dingen doen. He? Dus basisbehoeften zijn duurder geworden. Uh, het is allemaal heel, we, hebben, we hadden het heel hard nodig om hele zinvolle dingen te doen. Minder uh, uh, aan de hypotheek en meer sparen. Uh, en we moeten gewoon die woonkosten en zo betalen en de boodschappen doen. Maar je voelt natuurlijk pas echt dat het beter gaat als je ook wat meer ruimte hebt voor, voor leuke dingen. En dat valt dus echt vies tegen. Dus dat gevoel van mensen, dat blijkt gewoon te kloppen. En als iemand zegt, je moet niet zo zeuren, zeg je nou, lees dat rapportje van ING maar eens even. Oké, okay, en dan